Beste Amazon Leeuwen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we het over een onderwerp hebben dat te maken heeft met snel online geld verdienen. Tenminste, dat is wat er veel geroepen wordt. Iedereen roept maar dat het nu de tijd is om te starten en dat is ook voor een deel zeker waar. Maar waar je wel op moet letten zijn een aantal dingen die gewoon belangrijk zijn. En er zitten ook nog wel een paar nuances in die uitspraken van het is echt niet dat je van de ene dag op de andere dag rijk gaat worden. Nou goed, dat gaan we allemaal in deze video bespreken. Dus als jij wil weten wat nou de echte waarheid is over kun je nou online snel geld verdienen? Wat kun je verwachten? Kijk dan zeker deze video af. En stel jij wilt een eigen online bedrijf beginnen. Waar start je dan? Waar begin je dan? Nou, een van de eerste stappen is natuurlijk het kiezen van een online business model. Je hebt heel veel soorten business modellen vandaag de dag. Je kunt op Amazon verkopen, je kunt op Bol verkopen, je kunt via Shopify je eigen webshop opzetten en daarmee producten verkopen. Of je kunt het natuurlijk ook nog combineren met dropshippers, dat je een leverancier benadert en dat die voor jou alles verstuurt, zodat je geen voorraad hebt. Je kunt zelfs nog affiliate marketing doen, zodat je andermans producten aanprijst en eigenlijk vooral de marketing daar rondom die producten doet. Of als laatste kun je natuurlijk nog een social media marketingbureau opzetten, waarbij je dus juist advertenties draait voor andere bedrijven en daar geld voor vraagt. Nou, dat zijn een hele hoop business modellen. Het is ook best wel misschien in het begin moeilijk om een keuze daarin te maken. En wat je ook veel ziet, vind ik, online, is dat er filmpjes worden gemaakt over mindset. Van oké, wat is de juiste mindset als je wil gaan beginnen? En zelf ben ik daar iets minder van. Je zult ook op mijn kanaal zien dat ik voor over het algemeen veel inhoudelijke video's maak. Deze video gaat natuurlijk ook wel weer is wat inhoudelijker, maar ook een stukje mindset. Want wat erbij komt kijken bij het ondernemen is ook zeker een groot deel mindset. Het gaat niet alleen maar om dat inhoudelijke verhaal. Ik kan jullie alle informatie geven die er beschikbaar is over Amazon bijvoorbeeld. Maar nog steeds, als jij niks gaat doen, dan verandert er ook niets. Want het is eigenlijk heel simpel. Als je eenmaal ondernemer bent, is het wel een heel ander soort leven dan dat je voor een baas werkt. Als je niet op tijd komt op je werk, dan spreekt je baas daarop aan. Als jij niet hard genoeg werkt en je gooit er maar een beetje met de pet naar, dan komt jouw baas naar je toe en zegt: luister eens, je werkt niet hard genoeg. Als er geen verandering in komt, moeten we maar eens een keer een gesprek hebben. Ja, dat zijn allemaal drempels, allemaal dingen die een baas eigenlijk, die zorgt ervoor dat jij verantwoordelijk blijft en dat jij iedere dag aan je werk blijft werken eigenlijk. En in dit geval is er geen baas die dat tegen jou gaat zeggen. De baas ben jij namelijk zelf. Jij moet het zelf allemaal doen. Het moet vanuit jou komen. En als jij dus niet streng bent tegen jezelf, dan gebeurt er ook helemaal niets. En daar komt er ook een beetje bij kijken van: ben jij een gestructureerd persoon? Heb jij vaste ritmes? Kun je jezelf er goed aan houden dat je bepaalde dingen moet doen? Wat ik zelf vaak doe, is ik maak een to-do-lijst en daar schrijf ik een aantal dingen op die ik moet doen voor de volgende dag of voor de komende week. En ik zorg gewoon aan het eind van de dag dat al die dingen op dat lijstje af zijn. En als ze nog niet af zijn, dan schuif ik ze door naar de dag erna. Wat ik vaak ook doe, is ik zet de meest belangrijke dingen bovenaan en de minst belangrijke dingen onderaan. Zodat mocht ik iets niet afkrijgen, dan schuif ik het door naar de volgende dag. Maar dat is al een voorbeeldje van iets wat ik dan doe om mezelf een beetje structuur aan te leren. Om te zorgen dat ik wel gestructureerd blijf werken en dat ik niet maar wat ga zitten doen. Maar dat is ook een vraag die jij jezelf moet stellen. Van: ben ik gestructureerd? Sta ik elke dag een beetje op tijd op? Heb ik bepaalde ritmes? Ga ik bijvoorbeeld elke dag sporten? Nou, dat soort dingen zijn wel erg belangrijk als je als ondernemer gaat starten. Los van alle informatie die je online kunt vinden over het businessmodel wat je wilt starten. Nou, dat was eigenlijk het eerste punt wat ik wilde maken. Die hele drive, gewoon hoe graag wil jij het? Hoe hard doe jij je best? Ben je gestructureerd daarin? Maar daarnaast komt er eigenlijk ook nog bij kijken van: oké, hoe stabiel ben jij als persoon? Kun je goed met tegenslagen omgaan? Want ik kan je nu alvast vertellen, als ondernemer gaan er gewoon een hele hoop tegenslagen zijn. Maar dat is ook juist de uitdaging om daar weer uit te komen en gewoon weer met positieve instelling weer door te gaan. Dus je zult zeker merken als ondernemer, stel je koopt een cursus, stel je koopt mijn Amazon cursus of een andere cursus van iemand, dan ben je al veel beter voorbereid dan 99% van de mensen die maar zomaar wat gaat doen. Dus dat is al een eerste goede stap. Maar het betekent niet dat je nul fouten gaat maken. Het zal ongetwijfeld tot fout gaan. Ik bedoel, stel je doet Amazon, het kan best wel zijn dat jouw fabrikant iets niet goed begrepen heeft in het onderhandelingsproces.
En in de communicatie iets niet goed heeft opgepakt. Waardoor er toch, dat je op het laatste moment erachter komt dat er toch iets niet helemaal is zoals het eigenlijk hoorde te zijn. Dan is het ook aan jou als ondernemer om daar creatief mee om te gaan. En niet helemaal gelijk weer de put in te zinken. En te denken bij jezelf van ja, nou, het is weer helemaal verpest. Dit is niet goed. Laat maar zitten. Ik ga wel weer gewoon werken. Die 9 tot 5 is toch wel makkelijker. Dan kan ik gewoon weer lekker voor mijn baas werken. Aan het eind van de maand weer lekker dat salarisstrookje ophalen. Maar dat is niet het leven wat je zou moeten willen als ondernemer. Je wil juist die uitdagingen, zodat je blijft groeien als persoon. En ja, juist niet dat standaard leventje waarbij je dus continu weet waar je aan toe bent, maar ook echt weinig uitdaging hebt. En ik zeg niet dat je op je werk nooit een uitdaging hebt, maar het is toch wel iets anders, want eigenlijk de echte verantwoordelijkheid, de financiële verantwoordelijkheid, die draagt jouw baas en die draag jij dus niet als werknemer. En dat is echt het grote verschil. Dus het kan best zijn dat je als ondernemer eens een keer een paar duizend euro verliest, maar des te fijner voelt het en des te trotser kun je zijn als je juist een paar duizend euro binnenharkt door jouw goede acties. En zo moet je dat zien. En dat was dus eigenlijk een beetje de tweede reden waarom mensen toch een beetje de mist in gaan. Dat ze denken van, hey, ik wil graag ondernemen, maar ondertussen als er een keer wat misgaat, dan zijn ze helemaal in emotie of hun ego staat in de weg. Dat ze denken van, ja, ik ben hier niet voor gemaakt, laat maar zitten. Weet je, van dat ondernemen werkt gewoon niet. Kijk, dat zijn allemaal ego dingen en hebben meer met emoties te maken dan met rationaliteit. En als ondernemer moet je gewoon wel rationeel kunnen denken en de juiste oplossing zoeken om weer verder te gaan. En zeker niet opgeven. Nou, het volgende wat ik daar eigenlijk nog bij wil vermelden, wat ook vaak misgaat, is dat mensen denken snel geld te verdienen. Ja, we begonnen in de video daar ook al mee. Er wordt online heel veel geroepen, je kunt snel geld verdienen. En natuurlijk met ondernemen en zeker vandaag de dag in de online wereld wordt er gewoon zoveel geld verdiend in een korte tijd. Dus het is zeker mogelijk, maar je zult in het begin wel opofferingen moeten doen. Je kunt niet elke avond weer, of in ieder geval een paar avonden per week weer gaan zuipen en weer elke ochtend weer brak je bed liggen, lekker gaan gamen. Je zult ook gewoon vaste uurtjes per week in moeten plannen om aan die business te werken. Want als je dat niet doet, dan gaat er ook niks veranderen, dan gebeurt er niks met je bedrijf. Je bedrijf staat weer stil en je moet altijd, kijk, je moet het heel, zo moet je het eigenlijk zien. Als ondernemer ben je continu een soort wedstrijd aan het houden met andere ondernemers. Gelukkig zijn het er niet zoveel, want heel veel mensen durven niet eens te ondernemen. Heel veel mensen hebben niet eens de motivatie om te ondernemen. Maar eigenlijk moet jij dus altijd proberen te streven om de beste te zijn binnen jouw productcategorie, binnen jouw niche als het ware. Dus als ik voetballen verkoop, dan wil ik gewoon dat mijn voetbal het beste van het beste is, met de beste marketing, met de beste kwaliteit van het leer waar de bal van gemaakt is, met de beste klantenservice. En zo moet je ernaar kijken. Dus op het moment dat jij daar niet zo naar kijkt, op het moment dat jij maar een beetje met de petten naar gooit en denkt van ik wil dat het geld snel binnenkomt en niet goed nadenkt over hoe je dan die concurrentie gaat verslaan en ook in eerste instantie ook al opgeeft. Zo van ja, weet je, ik heb helemaal geen zin om meer aan mijn product te werken. Het is wel goed genoeg zo. Überhaupt dat woord, goed genoeg, dat is gewoon echt geen instelling als ondernemer. En als je zo denkt, dan ga je ook zeker falen als ondernemer. Dus dat is ook even het derde punt wat ik daarbij wilde maken. Het vierde punt wat ik daarbij wilde noemen is dat je niet bang moet zijn om risico's te nemen en ook echt moet kunnen investeren in jouw bedrijf. En dan heb ik het niet alleen over in producten voor je bedrijf bijvoorbeeld, maar ook investeringen in jezelf. Want je weet in ieder geval één ding zeker. Als je nooit investeert in jezelf of in je bedrijf, in überhaupt iets, dan weet je ook dat je nooit een succesvolle ondernemer gaat zijn, dat jouw bedrijf nooit succes gaat hebben. Waarom? Elk bedrijf heeft ooit investeringen moeten doen, heeft ooit risico's moeten nemen om uiteindelijk weer meer geld te gaan verdienen, om het bedrijf uit te kunnen breiden. En ook om als persoon te groeien. Ik bedoel, je kunt niet met de mindset en de gedachten die je nu hebt, en ik bedoel ook de kennis die je nu hebt, kun je niet ineens verwachten dat je in één keer, zoals Jeff Bezos, de eigenaar van Amazon, dat je in één keer zo'n zieke ondernemer bent. Nee, daar groei je naartoe, naar dat niveau. Je groeit daar elk jaar op jaar weer naartoe. Dus je moet ook continu zorgen dat je in jezelf investeert. En dan heb ik het bijvoorbeeld over, hè, ik verkoop zelf een Amazon-cursus. Dat zou een investering kunnen zijn. Stel jij zegt van, hey, ik wil met Amazon beginnen. Dan kun je beter het aannemen van iemand die het al, hè, die al succes heeft gehad met dat businessmodel. Dus in dit geval mijn Amazon-cursus, waarbij we dus een hele aantal videomodules hebben, waarin je gewoon stap voor stap eigenlijk aan de hand wordt meegenomen door het businessmodel. En daarvan groei jij dus als persoon, omdat je iedere keer die video's doorkijkt en je snapt steeds beter hoe het spelletje werkt, want je leert het van iemand
die er al succes mee heeft gehad. En ik wil niet per se mijn cursus, dat het de enige cursus is die je zou kunnen kopen. Je kunt ook een bol.com cursus kopen. Je kunt ook een dropshipping cursus kopen. Het ligt er maar net aan wat jou het vetste lijkt, wat het beste bij jou past als ondernemer. Maar als je die stap wilt zetten, wees dan dus niet bang om in jezelf te investeren. En sluit je ook gewoon bij gelijkgestemden aan. Ook hebben we een Facebookgroep waarin gewoon een hele hoop leden zitten die ook al door hetzelfde spelletje aan het heen gaan zijn. Die ook al bezig zijn met Amazon, met inkopen doen, met marketing daaromheen. Je kunt elkaar vragen stellen. En dat is gewoon een hele sterke omgeving om in te werken, om in te zitten. En dat is eigenlijk ik zie het eigenlijk altijd als het eerste stapje in het ondernemersleven. Dat je een van die businessmodellen start. En eigenlijk daarbij dus een cursus aanschaft. Ik heb zelf ben ik ooit ook zo begonnen door gewoon een cursus over Amazon aan te schaffen. Neem eens een keer het risico. Ik dacht destijds ook van oké, het is wel veel geld. Maar ik moet gewoon een keer wat doen, anders verandert er gewoon niets. En je ziet het, inmiddels heb ik mijn eigen Amazon business. Online geef ik ook een cursus aan mensen. En daarnaast heb ik nog een aantal andere businessen. Maar dat is voor jullie even niet relevant. Maar het gaat erom dat je dus die eerste stap neemt. En dat je dat risico durft te nemen. Gaan we door naar het laatste punt. En het laatste punt heeft te maken met discipline. En het is een beetje anders. Kijk, natuurlijk, je moet altijd goed je best doen. Maar het is een beetje anders. Kijk, discipline heeft eigenlijk echt te maken met wat doe jij elke dag? Kan jij elke dag dat uurtje werken? Iedereen heeft 24 uur in een dag. En ik vraag me af, wat doe jij met die 24 uur? Je hebt mensen, je hebt CEO's van gigantische bedrijven. Die hebben diezelfde 24 uur. Het is niet dat zij meer tijd hebben of iets. Zij zijn gewoon veel efficiënter dan dat jij. En misschien ook wel dan dat ik ben. Dus het gaat er gewoon om. Hoe efficiënt jij die tijd in. En hoe gedisciplineerd ben je ook in de tijd die je hebt. Ga jij gewoon gelijk in de ochtend aan de slag of ga je het eerst weer uitstellen, ga je eerst nog weer andere dingen doen en zo moet je daar naar kijken. Ik denk dat daarbij ook wel de boodschap duidelijk is, hè? Gewoon je moet erin geloven, je moet hard werken elke dag en ik wil daarbij wel zeggen hard werken, het is een beetje dubbel, want je moet wel denken, stel je hebt een Amazon bedrijf en je weet van oké, mijn fabrikant heeft me teruggemaild, ik moet weer even net een mail terugsturen, doe dat dan wel gelijk. Dat is wat ik bedoel met hard werken of bijvoorbeeld op het moment dat jij je productpagina moet gaan schrijven. Ga die dan ook gewoon schrijven. Knal dat er even in een dagje doorheen. En zorg dat die productpagina er gewoon op en top uitziet. Maar hard werken bedoel ik niet mee dat je per se elke dag 8, 9 uur lang moet werken. Want dat is ook weer niet de ondernemersinstelling. Je wilt juist misschien bepaalde dingen uitbesteden. Slim nadenken over je bedrijf. En daardoor echt als persoon groeien. En ook daarmee je bedrijf laten groeien. Zonder dat jij eigenlijk elke dag keihard aan het werk bent als een werknemer. Want dat is dus juist wat je niet bent. Nou, ik wil daarbij ook deze video afsluiten. Ik denk dat je goed beseft dat eigenlijk wat we in deze video gezien hebben, dat het vooral aan jou ligt of je succes gaat behalen of niet. Kijk, als je besluit mijn cursus te kopen, is dat een hulpmiddel. Dan zal dat jou op de goede weg leiden. Maar nog steeds moet jij zelf actief aan de slag gaan om daar resultaat mee te behalen. En daarbij wil ik even een resultaat in beeld zetten van Wessel, iemand uit mijn studentengroep, die het gewoon hartstikke goed gedaan heeft. Heeft in deze decembermaand gigantisch veel sales gemaakt. Dus ik ben daar heel trots op. Ik ben heel trots dat hij dat heeft gedaan. En wat ik ook aan hem merkte is van, hij is echt een doorzetter. Hij kwam met vragen naar me toe als hij iets niet begreep. Dan vroeg hij het. Dan hielp ik hem verder. Maar hij gaf zeker niet op. Hij bleef gewoon doorgaan. Hij bleef elke dag met die business bezig zijn. En zoals je net in beeld zag, dat heeft ook tot een heel goed resultaat geleid als zijn eerste product op Amazon. Mocht je meer willen weten over Amazon, ik heb nog een hele hoop andere video's op dit kanaal staan. Ga die ook zeker even bekijken. Verder kun je ook zeker vragen hieronder in de reacties stellen. Ik beantwoord elke vraag. Dat is ook juist de bedoeling. Ik vind het leuk om met jullie interactie te hebben. Vergeet ook zeker niet te abonneren. Hoe meer abonnees, hoe beter. Hoe betere kwaliteit content ik ook weer voor jullie kan maken. Dus ik zou dat heel erg waarderen. En als laatste, laat even een duimpje omhoog achter. Dat waardeer ik ook heel erg. Het is gratis. Dus alvast bedankt daarvoor. En dan zie ik jullie in de volgende.